1938 is een heel belangrijk jaar voor Museum Boijmans. Dan wordt dit schilderij gepresenteerd op een grote tentoonstelling. Meesterwerken uit 4 eeuwen. Het geeft een overzicht van de schilderkunst, vooral uit privébezit. Maar er zitten een aantal schilderijen bij die Museum Boijmans recent gekocht heeft. En het absolute middelpunt is van Johannes Vermeer, de Emmausgangers. Het is een jaar daarvoor in 1937 ontdekt in Frankrijk. Vermeers zijn natuurlijk heel zeldzaam. Hè. Er zijn er nu nog maar zo'n 36 in de wereld. Dus elke Vermeer die ontdekt wordt is een gebeurtenis van de eerste orde. En het is een hele bijzondere Vermeer. Je hebt die beroemde genreschilderijen, hè, zoals de Melkmeid in het Rijksmuseum. Daar is Vermeer beroemd om. Hij heeft daarvoor een aantal historisch stukken geschilderd. Daar zijn er maar een paar van. Dat is Diana en haar nimfen in het Mauritshuis. En Christus in het huis van Martha en Maria in Edinburgh. Ze zijn alle twee gesigneerd, niet gedateerd. Het volgende schilderij wat gedateerd is, is dit schilderij uit 1656. En in 1937 verschijnt dit schilderij bijna uit het niets. En het lijkt de missing link waar kunsthistorici op zoek naar waren. Hannema is een hele ambitieuze jonge directeur en die wilde de competitie met het Rijksmuseum. Hij wil dat Rotterdamse museum, wat eigenlijk dan nog een vrij klein museum is met een hele bescheiden collectie, zal die eens even in de vaart der volkeren opstoten en hij heeft de grote meesters nodig. Frans Hals, Rembrandt, dat was er wel, maar geen Vermeer. Dat moet echt een heel groot probleem voor Hannema geweest zijn. En het is dus een wonder als dat schilderij op de markt komt. En wat doet hij? Hij slaagt erin het te kopen voor een vermogen. Meer dan 5 ton en dat is echt vele miljoenen als je dat nu zou omrekenen. De totale euforie, de gekte die haast die in 38 ontstaat als Boijmans dat schilderij koopt, die Emmausgangers, dat kan je misschien het allerbeste zien in dit boek. Het zijn krantenknipsels die door iemand uit alle kranten, internationaal, nationaal, gehaald zijn. En het gaat bladzij na bladzij door over die Emmausgangers als dat in 38 gekocht wordt. De eerste knipsels, is het nog een vraagteken? Hè? Komt er een Vermeer voor Boijmans? Lukt het ze dat enorme bedrag bij elkaar te krijgen? Uiteindelijk lukt het. Je krijgt interviews met de ontdekker van het schilderij Bredius. En die geeft het wel aardig weer wat nou toch dat belang van dat schilderij is. En hij zegt, in geen ander schilderij van de grote meester van Delft vinden we zulk een gevoel, zulk een diep begrip van het Bijbelverhaal. Een gevoel zo heerlijk, menselijk, door middel van de hoogste kunst uitgedrukt. Het opmerkelijke is dat in de volgende jaren er een nieuwe en andere vroege Vermeers op de markt komen. In 38, 39 en ook in de oorlog verschijnen er in totaal 7 nieuwe Vermeers. De eerste Vermeers die op de markt komen is een Christuskop en die wordt door D.G. van Beuningen, dus een van die grote rijke havenbaronnen die heel goed bevriend is met Hannema, verwerft die Christuskop. Die andere grote havenbaron Willem van der Vorm, die meer dan 400.000 gulden voor die Emmausgangers heeft bijgedragen, die koopt ook zijn eigen Vermeer en dat is Isaac Zegend Jacob en een jaar later koopt hij deze Pieter de Hoog. Dat gaat nog even verder. Er komen nog meer Vermeers en de Hoogs op de markt. En in 1943 weet het Rijksmuseum ook een Vermeer te kopen. De Voetwassing, dus een vroege Vermeer, weer met een Bijbelse voorstelling. In hetzelfde jaar weet Rijksmaarschalk Göring, dus echt de tweede man van de nazi's die heel Europa afgaat om kunst te kopen, weet ook een vroege Vermeer te verkrijgen. En dat is Christus en de overspelige vrouw. Prize thief among the high Nazis was Hermann Göring, who looted museums and private collections in all parts of Europe. Much was hidden in caves, and advancing troops captured fully laden freight cars, ready to move much of the collection to safer places for Hermann. Göring's ill-gotten loot is no longer his to admire. The collection goes on display for GIs before an Allied commission attempts to return everything to the proper owners. In 1945 nemen de geallieerden Göring, dus de tweede man van de nazi's, gevangen. En Göring had echt een waanzinnig grote kunstcollectie. En één van die schilderijen die hij had, was die Vermeer. Ze gaan nazoeken waar die vandaan op. En met kleine stapjes komen ze bij Ede Han van Megeren op de Keizersgracht in Amsterdam. Dus ze leggen contact met de geallieerden in Amsterdam. En van Megeren wordt gevangen genomen. En
met de vraag, hoe kom je aan die Vermeer en waarom heb je hem verkocht aan die vreselijke Göring? En dan zit hij van Megeren met een probleem, want hij wordt dus verdacht van collaboratie en daar staat een hoge gevangenisstraf op. En dan moet hij bij zichzelf nagedacht hebben, wat ga ik doen? Laat ik me beschuldigen van collaboratie en blijven mijn vervalsingen geheim? Of moet ik er dan toch nu maar mee naar buiten treden? De Amsterdamse rechtbank zal een proces worden gevoerd waarvoor de hele wereld belangstelling heeft. Het proces tegen de kunstschilder Han van Megeren. Daags tevoren worden met een verhuiswagen de beruchte schilderijen aangevoerd die Van Megeren op zo geraffineerde wijze in de trant van beroemde oude meesters verwijderd heeft dat de wereld aan de echtheid niet twijfelde en voor deze vervalsingen enorme bedragen neerlegde. In de rechtszaal waar zij werden opgehangen heeft een politieafdeling de wacht betrokken voor de nacht. Op de eerste dag van het proces arriveert de officier van justitie, Mr. Wassenberg, die onder meer als bewijsstukken ter tafel zal brengen glazen en kannetjes uit Van Megerens bezit die terug te vinden zijn op enkele schilderijen. Het laatste avondmaal, een van de schilderijen met de signatuur Vermeer. Interieur naar Pieter de Hoog. Isaac zegent Jacob weer naar Vermeer. Evenals de Emmausgangers dat voor 1,25 miljoen gulden aan het museum Boijmans verkocht werd. Christus en de schriftgeleerden. Dit laatste schilderde Van Megeren, die we hier op weg naar de rechtbank zien, zoals bekend in opdracht van justitie, om hiermee te bewijzen dat zijn zelfbeschuldiging juist was. De zittingszaal, die veel lijkt op een museum, is stampvol als Van Megeren in de beklaagdenbank plaatsneemt. De rechters komen. Het Openbaar Ministerie krijgt het woord en dan is het proces van Megeren begonnen. Op het moment dat Han van Megeren bekend maakt dat hij die vervalsingen heeft gemaakt, wordt in Berlijn in de Reichskanselarij van Hitler zelf dit boek gevonden. Het is een van de exemplaren van dit boek. Een heel kostbaar uitgegeven boek door Van Megeren zelf in 1942. In gotisch letter Han van Megeren tekeningen deel 1. Er zijn nooit latere delen gekomen, maar blijkbaar was het plan dat het een serie werd. En dat geeft wel een goed beeld van wat Van Megeren als vrij werk maakte. Dat exemplaar wat in Berlijn gevonden wordt, dat is nogal opmerkelijk. Daar staat dus een opdracht van Van Megeren aan Hitler in, van mijn geliefde Führer. Dus Van Megeren had wel wat uit te leggen. Hij maakt tentoonstellingen in Duitsland tijdens de oorlog, maar hij krijgt niet die waardering die hij eigenlijk wil van de belangrijke Nederlandse musea. Die laten hem links liggen, die kopen zijn werk niet. En dat gaat hij gebruiken, dat wraakgevoel, dat gaat hij gebruiken in die rechtszaak. Als hij dus bekend heeft dat hij die vervalsing heeft gemaakt, dan is het niet een zielige schilder, maar dan is het gewoon de nazi-painter Forged Pictures. Hij was puissant rijk. Door al die Vermeers die miljoenen kochten, liep hij met koffers, sieraden en miljoenen guldens in koffertjes door Amsterdam. Als het hartje oorlogswinter zit hij nog aan de Keizersgracht met caviar. Dus hij heeft een hele slechte naam als al die ontdekkingen naar buiten komen. Maar in die 2 jaar, dus tussen 45 en die rechtszaak in 47, weet hij dat volkomen om te buigen en wordt het een volksheld. Dus hij heeft niet alleen Göring beetgenomen, maar hij heeft ook Hannema, Schmid, Degener, de grote kunsthistorici die natuurlijk toch een iets wat elitaire elan hadden en zeker dat beeld bij het volk hadden, die heeft hij beetgenomen. En eigenlijk is er niks leukers natuurlijk dan dat zo'n schilder Die hele poeha doorknipt en zijn beet neemt. En daar maakt hij gebruik van. Dus in 1947 zie je hem gewoon als een volksheld naar die rechtszaak lopen. Godfried Bonenland schrijft columns over hem. En als je populariteitspools uit 1947 ziet, is hij bijna de populairste Nederlander die er is. Het opmerkelijke is natuurlijk dat hij in 1947 moet hij een schilderij maken. Dus men gelooft niet dat hij die Vermeers gemaakt heeft. Dus hij maakt er nog één voor de rechtszaak. Dus in een speciale kamer op de Herengracht krijgt hij zijn verf, krijgt hij een doek. En hij gaat daar aan de slag.
In de rechtszaal vertelt Vermeegen hoe hij tot die vervalsingen komt. En dat heeft hij echt heel zorgvuldig gedaan. Hij heeft er echt jaren aan gewerkt om dat te volmaken. Wat doet hij? Hij koopt een oud 17e eeuws doek, een goedkoop doek, maar wel 17e eeuws. Daar schraapt hij de voorstelling van af. Dan heb je nog over, zeg maar, de grondlaag over. En daar zit die oude krakeluren nog in. En daarop gaat hij dat originele schilderij maken. En het meest briljante wat hij doet is, in plaats van olie gebruikt hij bakkeliet. Want wat is het probleem bij een vervalsing? Als je met een staafje met watten en alcohol over een schilderij heen gaat, dan lost de olie op als hij nog niet hard is. Dus daar moet hij iets voor bedenken. Dan denkt hij, als ik nou bakkeliet gebruik en met die pigment aan vermeng en dan ga schilderen en hem dan in de oven doet, dan wordt die bakkeliet hard. Bakkeliet is een vloeistof en als je die warm maakt, dan wordt die hard, net zoals die telefoons en dat soort dingen. Dus dat doet hij. Hij schildert met bakkeliet die voorstelling. Daarna doet hij hem in de oven. En daarna, als hij klaar is, dus de verf lag echt keihard, dan doet hij hem nog over een rol, zodat die krakelure extra duidelijk wordt. Nou, is een 17e eeuw schilderij, is die krakelure natuurlijk heel zichtbaar door al het stof en zo. Nou, dat weet hij op te lossen door er allemaal Oost-Indische inkt in te doen. Het bijzondere is dat Van Meegeren in 1947 was het een volksheld, wereldberoemd, maar eigenlijk is hij dat nog steeds. En dat is toch heel bijzonder. Hè? De afgelopen jaar zijn er nog 2 boeken over hem verschenen. Wij maken nu een tentoonstelling over hem. En wat is dat? Aan de ene kant is het natuurlijk dat vervalsen, dat hij iedereen beetneemt. Maar nog interessanter is misschien dat spel tussen goed en kwaad, dat dubbelzinnige. Want je kan ook zeggen, maar het was toch een fantastisch schilderij? Iedereen vloog erin, iedereen vond het een Vermeer. Het was dus iets heel moois. Ik bedoel, die lyrische beschrijvingen, gedichten, dat is toch helemaal niet fout? En juist dat dubbelzinnige, het is een kopie, het is iets 20e eeuws, wat probeert 17e eeuws zijn. Aan de andere kant is het iets heel moois. En niemand kan precies zeggen waar die scheidslijn zit.